Goeiedag, wij gaan de update van 2 april 2020. Vandaag met aandacht voor de status en informatie over het coronavirus in de regio Haaglanden, waar we zoveel mogelijk thuis blijven en we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de regio. Het aantal positief geteste personen is landelijk gestegen tot 14.797 en de ziekenhuisopnames zijn gestegen tot 5784. Let wel, dat zijn alleen de ziekenhuisopnames van de mensen met het coronavirus. Het aantal overleden personen is al gestegen naar 1339. De berichtgeving van het RIVM is aangepast. We geven daarom ook niet meer door hoeveel personen er positief getest zijn per regio, maar wel het aantal mensen dat is opgenomen in de ziekenhuizen. En hoe weet u nu eigenlijk of u het coronavirus heeft? Heeft u koorts? Heeft u last van hoesten? Last van verkoudheid, niezen, kortademigheid, blijf dan thuis en ziek uit. Heeft u meer dan 38 graden koorts en moet u hoesten en heeft u problemen met ademhaling, blijf dan thuis, maar bel wel de huisarts. En al enkele keren gaven we aandacht aan andere initiatieven dan in de regio bekend zijn, maar eerst gaan we u een overzicht geven van de situatie zoals die op dit moment is per gemeente. De kaart herkent u ondertussen en ook het aantal inwoners. De status op 2 april is als volgt. In Wassenaar zijn er 2 personen opgenomen in het ziekenhuis. In Den Haag al 112. In Rijswijk 13. In Westland 28. In Zoetermeer 23. In Leidschendam-Voorburg 8. In Pijnakken-Noodorp 10. In Delft 23. In Midden-Delfland 3. En dat brengt het totaal op 222 mensen. Dat is natuurlijk behoorlijk veel al. Daarom nogmaals, dames en heren, blijf gewoon binnen. En ook straks als het mooi weer wordt, gewoon maar in de tuin en niet verder in ieder geval. Al enkele keren gaven we aandacht aan initiatieven van bestuurders, gedupeerde ondernemers, maar ook van de muzieksector, want daar vallen harde klappen. Op dit moment kwamen wij in contact met een dame die vanuit Japan in Nederland geland is. Die woont in Nederland. En we waren natuurlijk heel benieuwd hoe de situatie daar is. De Matthäus Passion, dat weet u, van Bach, zouden we rondom Pasen moeten missen nu. En ook daarvoor was zij naar Nederland gekomen. En toch aandacht voor Bach. Daarom ga ik even over naar het Engels. En ik ga, als het goed is, spreken met Kanako Abe. Kanako, hello, welcome. The first question I've got for you is, what does a Japanese woman doing in Holland? Hello, I am Kanako Abe. I am a classical musician from Japan. And my profession is orchestra conductor and composer and pianist. And I am doing my professional activity as a musician based in Europe. So for almost 20 years, I was living in Paris and doing my activity based in France. And since 3 years, I am living here in The Hague, in the Netherlands, and continue my activity. Secondly, what is the current situation in Japan, and is it similar to the situation in Holland? Well, the situation of corona crisis in Japan started earlier than in Netherlands. So there is the gap, the time gap of the wave of corona crisis between Asian countries and the European countries. So in Japan it started around February, and already in February all schools closed and a lot of events started to be cancelled. Then few weeks after this big wave came to European countries. And now Japan is a bit more calm situation. But after the Japanese government announced the postpone of Olympic Games to the next year, the situation is getting a bit worse. And now maybe some big city will be locked down. So that I can't really understand what is happening in global situation in this planet.
But I hope that in 1 month or two, everything will be calmed down in everywhere in the world. And are you missing a lot of work at the moment? Yes, as for my work, normally I was supposed to be in Japan from the mid of March and the mid of April to conduct some important concert, including the concert with New Japan Philharmonic Orchestra in Tokyo. So the ticket was almost sold out, and I was really looking forward to make my debut with this New Japan Philharmonic Orchestra. So it was so sorry. And some other concert, and also all concert until end of June in France was cancelled or postponed to the next season. So it was very heartbreaking period, I think, not only for me, but for a lot of professional musicians. And Bach is one of your favorites. What are you going to play for us? Yes, I like so much Bach. And as I am pianist, so I was familiarized since my childhood to practice everyday Bach pieces. And now I'm going to perform one of my favorite Bach piece for piano solo, which is from the work which is named The Well-Tempered Clavier. Thank you very much, Kanako, and I wish you all the best. Yeah, thank you. Thank you very much for this conversation, and I hope that it will be calmed down, that we will get a peaceful life, and that we can appear again on stage and to be able to share the musical moment with everybody as a musician. I really hope so. Thank you.
Tot zover de update van 2 april. Heeft u nieuws, tips of een andere muzikale bijdrage, dan kunt u ons natuurlijk mailen. En misschien verwerken wij die ook nog wel in ons dagelijkse updateprogramma. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.